The first game, are you ready? Ladies and gentlemen, please put your hands together and we welcome on stage a gentleman who recently picked up a very small prize fund in the Grand Slam of Darts back home in England. £100,000 he won that night, and he's looking to win again here today. Ladies and gentlemen, the man from Yorkshire, the man from England, welcome Scott Waites! Six.
It's got to throw first. Get it on. Ja. 59. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit Hotel Zuiderduin. Ja, hallo. Ja, oké. Okay. Is goed? Want ik hoorde de studio niet heel erg goed op mijn oren. Oh, oké. Okay. Nou, dat kan dan kloppen dat ik het niet goed hoorde. Ja, ik hoor je maar heel zacht. Ja. Ja, hij werd al ietsje harder. 100. Zo is hij goed. Ja, zo is hij goed. Ja, ik hoor Klaas-Jan heel goed nu. Ja, natuurlijk. Scott Waits op 57 om er 1-1 in legs van te maken. Tops. En die gooit hij met de eerste pijl. En zo is het na twee legs gewoon weer 1-1 in de wedstrijd. De eerste wedstrijd van de Zuiderduin Masters. Ja, alleen koffie. Ah, is geweldig. Nee. Gaat voor 9 darten. Nee, die ander. Oh. 125. Daily record 141. Is goed. One hundred.
Sutra. Scott, you require 139. 99. Ja, gaat prima. 140. Scott, you require 40. Yes, that's getting shot. Have a ball, Craig. Strong weights. Fifth leg is Dave to throw first. Game on. 81. Niels moet wel dat pasje afdoen. 81. 60. 95. David Acquire, 120. 100. Ja, goedenavond dames en heren. De eerste wedstrijd van de Zuiderduin Masters die gaat tussen Tony O'Shea en John Boy Walton. En we kunnen natuurlijk niet wachten voordat beide heren hun entree maken hier in de prachtige zaal in Hotel Zuiderduin. Oké. Forty-one.
60. Five. 125. Scott McCoy, 129. 140. David McCoy, 121. 76.25. Scott, you require 32. 135. 60.
27. Seven. Not bad for Englishman.